Fijn dat je luistert naar de Ondernemerskamer. En nu heb ik de eer en te gast de charmante dame Liane Den Haan. Welkom. Dankjewel. Ik heb nog even het partijprogramma van je oude partij naar plozen. Ja. En daar vond ik eigenlijk helemaal niks terug over ondernemers. Hè? Nee. Maar jij zegt eigenlijk zelf, ja, ik ben er voor alle Nederlanders. Ja. Wat gaat fractie Den Haan dan precies doen voor die ondernemers in Nederland? Want wij zijn ook... Ik ga in ieder geval goed luisteren naar ondernemers. En inderdaad, in het oude programma zit er weinig in. Dat vond ik zelf heel erg jammer. Omdat ik vind dat ondernemers in Nederland heel erg belangrijk zijn. Je ziet het nu ook weer gewoon. Hè. In alle sectoren dragen ze bij aan... economisch dragen ze bij, maar ze dragen ook bij aan een beetje levensgeluk. Dus ik vind het heel belangrijk. En ik wil daar zeker iets voor doen. Dus als er debatten zijn waar ondernemers aan bod komen, ga ik ook met ze praten en horen wat er nodig is. En zal ik die inbreng ook doen. Alleen het zal natuurlijk niet mijn eerste primaire speerpunt zijn. Omdat wij toch heel erg zitten op dat goed ouder worden. Dus dat is wel iets waar... Nou, ik kan je vertellen dat goed ouder worden en je bent ondernemer, zeker, dat worden de meest oudste mensen. Die zijn kwalitatief goed bezig en nog steeds met content. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk een eenmansfractie en je gaf net al aan, dan is het best wel moeilijk om al die dossiers te volgen. Ja. Hè? Dus je moet op een of andere manier toch de juiste mankracht om je heen verzamelen om je te adviseren op die dossiers. Hè? Vind je dan dit dossier ondernemend niet ontzettend lastig? Nou, lastig. Het is vooral veel. Want je hebt heel veel verschillende ondernemers. En je hebt heel veel wet en regelgeving. En je hebt te maken met sociale partners. En je hebt te maken met werkgeversorganisaties. Dus het is veel. En ik vind ook als je iets doet, moet je het goed doen. Dus waar wij naar de zomer mee aan de gang gaan, zijn adviescommissies. Dus een adviescommissie op pensioenen, op zorg, ondernemersklimaat, noem maar op. Dus dat zijn dan ook mensen die kunnen adviseren. Nou, daar raak je wel een heel leuk punt aan, pensioenen. Ja. Want in principe maak je je daar hard voor. Ja. Vind je dan ook eigenlijk niet dat elke ondernemer een soort van pensioen moet krijgen van de overheid? Want in principe moeten wij nu alles opzij leggen om het zelf te regelen. Moet dat dan ook niet door de overheid geregeld worden? En het is natuurlijk geweldig duur. Dus daarom doen ook heel veel ondernemers het niet. Ik weet niet of de overheid het moet doen, maar er moet wel een goede regeling komen. Dus daar wordt nu in het huidige pensioenakkoord ook naar gekeken. Nou, dat nemen we ook mee. Ik heb toevallig van de week allerlei zaken weer zitten lezen en een technische briefing gehad over het nieuwe pensioenakkoord. Daar wordt ook veel meer rekening gehouden met ondernemers. En ik hoor ook graag van hen wat zij daarvan vinden. Dus daar ga je je wel hard voor zeker, maken. Ja, zeker, ja. Dus voor de oudere ondernemers onder ons is misschien best wel eens een idee om goed te gaan kijken wat jij voor ons kunt betekenen. Want wellicht kun jij oplossen dat wij een pensioentekort hebben. Nou ja, dat. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En niet alleen maar pensioen, maar als je ook kijkt naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die buitengewoon duur zijn, waardoor heel veel ondernemers uiteindelijk bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering. Waardoor ondernemers ze uiteindelijk niet afsluiten. Ja, en dus een groot risico lopen en uiteindelijk van de regen in de drup raken. En dan toch ook weer gewoon op kosten van de overheid komen. Dus ik denk, broekzak, vestzak. Ja. Regel het aan de voorkant goed, in plaats van dat je aan de achterkant een noodverbandje moet leggen. Ja, ik zag iets anders. Het is leuk als je op een gegeven moment mensen gaat googlen, om het zomaar te zeggen. Ja. Ik maak geen reclame, maar je speurt en je vindt opeens dat jij het arbeidsmarktbeleid van Denemarken, dat vind jij goed. Nou ja, wat ik daar kun je dat uitleggen? Wat dat is, hè? Want niet iedereen weet precies wat dat beleid is. Maar kun je uitleggen wat ze dan in Denemarken anders doen dan bij ons? Ja, nou ja, ze hebben in de eerste instantie is de WW-uitkering wat hoger in de eerste periode. Waardoor mensen in ieder geval minder terugval hebben qua inkomen. En dus geen problemen hebben rondom hun financiën en een huis bijvoorbeeld. Het betalen van de huur of de hypotheek. Ik denk dat dat mooi is, want dat geeft je ook even de rust om te kijken naar ander werk. En waar zij zwaar op inzetten is scholing en van werk naar werk trajecten. En jij zei net, ja, wat vond jij lastig van het ontslaan van mensen? Maar de andere vraag is, wat heb je gedaan, zeg maar, om mensen weer aan een andere baan te helpen? Ik probeerde altijd mijn netwerk in te zetten om mensen naar een andere baan te helpen en om ze gewoon scholing mee te geven. Natuurlijk heb je ook vaststellingsovereenkomsten die financieel ondersteund worden, maar ik vond scholing ook altijd heel belangrijk. Want je wilt eigenlijk dat iemand zo snel mogelijk ergens anders weer aan het werk komt. Want hoe langer je ertussen hebt zitten, hoe moeilijker, zeker als je een bepaalde leeftijd hebt, hoe moeilijker je weer aan de slag komt. Dus dat is daar heel goed geregeld. Ja, maar dan gooi je ons wel in de verdoemde hokje, hoor. Die oudere ondernemer, hoe moeilijk het is. We zijn vitaal, we zijn fit, we kunnen van alles en nog wat. Dus we willen ook weer niet in een hokje geduwd worden of dat we niks kunnen, hè, die oude ondernemers. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het lullig is een beetje dat wij dat niet doen, maar dat de maatschappij dat wel voor ons doet. Ja, want ondernemers, als je ondernemer bent in Nederland, is eigenlijk ook een vies woord, hè? Is een vies woord. En oud is ook een beetje een vies woord, toch? Ja, en we zouden dus allebei die woorden opnieuw moeten laden. Want nogmaals, een ondernemer is het fundament van Nederland, economisch en sociaal maatschappelijk. En ouderen hebben heel veel ervaring en levenswijsheid en kunnen dat juist inzetten binnen hun onderneming, maar ook überhaupt binnen de maatschappij. En ik denk dat we daar veel zuiniger op moeten zijn en dat we daar meer rekening mee moeten houden.
Liane Den Haan, vriendelijk dank voor jouw bijdrage. Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.